Wat als Dortmund hun spelers nooit had verkocht? Wat een bizar team met Haaland en Lewandowski in de spits. Laten we simuleren naar het einde van het seizoen om te kijken hoe dit Dortmund het gaat doen. Het is juni 2023 en dat betekent het einde van het seizoen en we zijn de derde. RB Leipzig boven iedereen. De Duitse beker hebben we in ieder geval gewonnen. En dan in de Champions League toppen we onze groep. De laatste 16 winnen we van PSV. Kwartfinale winnen we van Milan. De halve finale winnen we van Galatasaray. En dan de finale winnen we de Champions League. Onze top scoort Robert Lewandowski en Haaland precies evenveel doelpunten. Wie is nou de betere? Dit Dortmund is insane.